Ellipsen. Hoe teken je een ellips? Ellips wordt al gezien als iets met twee brandpunten. Nou, dan moet ik eigenlijk doen met twee spijkers in het bord slaan. Maar dat vind ik een beetje zonde van het bord. Dus daarom gebruik ik twee zuignapjes. En dan kan hier zuignapje 1 en hier komt zuignapje 2. Zo, twee zuignapjes. Wat hebben die twee zuignapjes nou met het tekenen van een ellips te maken? Daar pak ik een stift en een touwtje. Het touwtje doe ik om de twee zuignappen heen, wat dus eigenlijk spijkers moeten zijn. Ik trek het touwtje strak en ga met mijn stift. Leuk geluidje ook, hè? Een rondje tekenen terwijl het touwtje strak blijft staan. Nou ben ik helemaal rond. Nou, dat figuur die ik nu gekregen heb, dat is een ellips. Is het echt een ellips? Het lijkt wel een beetje op een cirkel. Maar wat kunnen we nou meten? Daarvoor hebben we een geodriehoek. En de geodriehoek die zegt dat hij in deze richting, dat is hij 35 centimeter is. Terwijl hij in deze richting 32 centimeter is. Dus hij is inderdaad in die richting groter dan in die richting. Dus het is echt geen cirkel, het is een ellips. Precies zoals Kepler zei dat planeetbanen als vorm hebben. Nou, bij de planeetbanen staat de zon in één van de twee brandpunten. Moet je even nog weten dat deze twee punten die ik net heb gedaan, dat de brandpunten zijn. Wat is dan de definitie echt van een ellips? Waarom dat strakke touwtje erbij? Dat is de definitie. Ellips is de verzameling van alle punten waarvan de som van de afstanden van een punt op de ellips tot dit brandpunt plus de afstand van hetzelfde punt tot dit brandpunt geldt dat voor al deze punten die som hetzelfde is. Dat zijn ellipsen.